Maar het is natuurlijk een nieuw programma. Maar en dan heb je altijd wel een beetje gedoe met microfoons. Ja. Of er valt de wat. Lengte, of de lengte. We willen één maar of twee er was met andere maken. Woorden, 2009, het is alweer 10 jaar geleden. Dus waarom niet nog een keer geprobeerd, dat begrijp ik ook. Een reden van dit programma missen we. We hebben het nodig. Dat snap ik wel. Dus nou ja, we hebben natuurlijk hele MeToo en alles gehad. We hebben het al jaren over vrouwen die niet aanwezig zijn in de media, terwijl zij vaak veel meer weten dan wij. Wij komen gewoon als we worden gebeld. Zij twijfelen vaak, dat soort dingen. Ze denken toch vaak, een man weet het dan beter. Of die heeft meer deskundigheid. Precies. Maar vrouwen worden ook veel meer afgerekend. Uiterlijk. Op hun uiterlijk, zeker. Ja. Het gaat heel vaak, als je op social media kijkt, als ik bijvoorbeeld bij jou gezeten heb, en dan denk ik, goh, ik heb best een leuk verhaal verteld. Ja. Benieuwd of er iets van is blijven hangen. En dan maak ik de fout op social media te kijken. En dan lees ik alleen maar lelijke dingen over mijn uiterlijk eigenlijk. En nooit over wat ik gezegd heb. Mm-hmm. En dat is, denk ik, een van de redenen waarom vrouwen het best wel spannend vinden om te gast te zijn in dat soort programma's. Ja. En als je de mening hebt en hij is stevig en hij is een beetje fel, ben je al gauw een beetje een bitch of hysterisch. Nog erger, dat willen we al helemaal niet zijn. Dus wij hopen een soort omgeving te kunnen creëren waarin vrouwen zich heel erg lekker voelen. Dat je weet dat er vrouwen naar kijken die hopelijk een gevoel van solidariteit met je hebben en niet alleen maar zitten te zeiken over je uiterlijk. En dat we op die manier met elkaar van mening kunnen verschillen. We gaan veel dezelfde vrouwen zien, hè? Dat is ook voor de herkenbaarheid, denk ik, wenselijk. Ja. Er is natuurlijk een mannenprogramma waarin we elke week dezelfde mannen zien. Dat is namelijk VI. Ja. Succesvol programma. Ja. Ik heb het nu niet even over de provocaties en een aantal opmerkingen waar veel over te zeggen. Maar meer het gemak waarmee die jongens dat doen. Dat is een bandje. Ja. Wilfred is de drummer. Ja. Johan is een van de solisten. Ja. Samen met René. En dan heb je nog slaggitaar. Ik kan er echt jaloers op zijn. Die gaan zitten. Die bereiden ook niks voor. Nee. Helemaal niks. Die rijden er naartoe. Die gaan zitten. En die beginnen met elkaar te lullen. Zoals ze dat ook zouden doen als ze in een kroeg zitten. En dan vinden een heleboel mannen ongelooflijk leuk om naar te kijken. Dat vond ik wel interessant. Dat zijn mannen wel, denken, ik wil niet generaliseren, maar laten we zeggen, lagere middenklasse. Niet iedereen stelt de humor van de heren op prijs. Nee, maar precies. Er is een fikse groep mannen die het leuk vindt om naar te kijken. Bij jullie programma, is er dan ook een specifieke doelgroep? Mensen op wie jullie richten? Zijn het mensen die hoog opgeleid zijn, laag opgeleid? Eigenlijk een beetje zoals bij de Linda. We koppelen het een klein beetje aan het blad, aan het tijdschrift, en daar hebben we niet een hele specifieke doelgroep voor. Eigenlijk, wij zeggen altijd, het maakt niet uit hoe dik je portemonnee is, hoe breed je heupen zijn, hoe oud je bent, waar je vandaan komt. Er moet voor elke vrouw iets in te vinden zijn. Het kan over hoge literatuur gaan, maar ook over een nieuw liedje van René Vroeger. Dat kan. Ja, het kan wij zeggen van Temptation Island tot Trump, van de kont van Kim tot het kalifaat, van Sylvie tot Syrië. Zo moet je het zien, zeg maar. Waarom moet je lachen daarop? Van de kont van Kim tot het kalifaat? Ja. Nou, de alliteratie vond ik treffend. Het is een heel klein stukje.